Uit onderzoek is gebleken dat ruim de helft van de Nederlandse jongeren wel eens onbeschermd seks hebben gehad. Dat betekent dat 1 op de 2 jongeren hier wel eens de liefde heeft bedreven zonder bescherming. Is dit omdat die jongeren te weinig seksuele voorlichting hebben gehad, geen condoom durven kopen of niet eens weten hoe een condoom om moet? Maar niet alleen in Nederland hebben jongeren onveilige seks. Uit onderzoek onder meer dan 6000 jongeren blijkt dat ruim 40% van de jongeren in Australië, Mexico en Zweden wel eens onveilig seks heeft. In China en Noorwegen ligt dit percentage zelfs op 50%. En vind je dat al veel? Dan doet Thailand daar nog een schepje bovenop met 62%. Heb je wel eens seksuele voorlichting gehad? Ja, op school. Ja, heel lang geleden. Ja, op school. En weten jullie ook welke voorbehoedsmiddelen er zijn? Condooms, spiraaltjes, bessarium, vrouwencondoom, de pil. Condoom, de pil, spiraal volgens mij. Weten jullie welke zoals er zijn? Noem ze een aantal als je wil. Chlamydia. Ja, ik weet het niet. Wat zijn de gevolgen die je kan hebben van het onbeschermd seks hebben? Je kunt een baby krijgen. Wat dacht je van condooms, de pil of een spiraaltje? Maar sommige jongeren hebben het wel heel erg bij het verkeerde eind. Zo denkt een derde in Egypte dat een warme douche na de seks een zwangerschap kan voorkomen. Of wat dacht je van de jongeren uit India en Thailand die er heilig in geloven dat seks tijdens de menstruatie een effectieve manier is van anticonceptie? Zouden onze Nederlanders ook zo onwetend zijn? Heb je zelf wel eens onveilige seks gehad? Nee. Ja, één. Ja. 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 Allebei? En waarom onveilig? Waarom niet gewoon veilig? Ik kwam pas de dag daarna erachter dat ik seks had gehad. Gewoon op het moment zelf dat je er niet aan denkt. Jij wel? Ja, ook wel. Ja, en zijn jullie daarna ook naar de SOA-kliniek gegaan of iets om te gaan testen? Nee. Wat was daar van de uitslag? Ja, helemaal schoon. Ja, ik ook. Gelukkig. Weten jullie hoe je een condoom op moet doen? Ja. Willen jullie het eens even voordoen dan, voor me? Chamalako! Sorry, ik moet even... Ja, dat zijn we, ja. Oké, jullie doen ook... Samen doen jullie het veilig? Ja, we doen het altijd veilig. Hartstikke goed. En wie doet de condoom om dan, van jullie twee? Ja, ik, dat zie je. De conclusie is dat een aantal mensen het wel onveilig doen. Maar ze weten in ieder geval wel hoe een condoom gedaan moet worden.